We zijn hier bij Family 7, de christelijke tv-zender. De laatste uitgelicht opname van het seizoen staat op de kalender. Gepresenteerd door Riekeld Pasterkamp, u kent hem vast. En Terdege columnist Christoffer is te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Terdege. Hi, Riekeld Pasterkamp. Je komt hier voor een opname van uitgelicht? Ja, ik ga gauw naar binnen, want de redacteur zit te wachten. Hey Riekeld. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja. Gaan we weer een mooie uitzending maken? Absoluut, ik heb er zin in. Oké. Goed. Christoffer. Ja. Die komt langs. We gaan het hebben over het klimaatakkoord. Is de SGP erbij betrokken geweest? Want het kabinet heeft natuurlijk een meerderheid nodig. We hebben 5 onderwerpen, zie ik. Ja, die dat wordt even doorpezen. Ja, het grappige is, die Stoffer die komt dus ook op die beurs waar ik van de zomer... mensen gaan interviewen. Goed. Met jou ook? Jazeker. Alright. Jij moet hem een beetje mooi gaan maken. Ja. Ik ga gewoon ervoor zorgen dat hij niet meer glimt. Kijk, hier. Het zweet van het fietsen zit er nog op. Nee, in de studio is heel veel licht. En als je dan zonder smink daar gaat zitten, dan denken de mensen thuis dat je ziek bent. Dus vandaar dat we een mooi laagje op krijgen. Ja, hoe lang doe je dit werk voor de camera nu al? Dit is het, moet ik even goed nadenken. Volgens mij het 4e seizoen, dus het 4e jaar. Ik presenteer hier alleen uitgelicht, dat doen we met 4 presentatoren. In wisseldienst. Dus ja, je bent 1 of 2 keer per week aan de beurt. En wanneer is een interview voor jou geslaagd? Als ik antwoord heb gekregen op de vragen die eigenlijk niet op papier staan, maar die ik onderweg zelf bedenk. Dankjewel. Ja, nou, dat zit prima. Keurig. Ja, ziet dit er goed ja, uit? Ja, heel goed. Zo kunnen we ons vertonen. Het mooie is altijd dat je ziet maar de helft in beeld, omdat ik met de rest natuurlijk onder tafel zit. Sommige collega's presenteren in korte broek. Jij ook wel eens? Nee, ik niet. 5 minuten voor de uitzending. Nerveus? Nee, dat heb ik niet meer. Ik beschouw dit als mijn werk, het stellen van vragen. En ik hoop op goede antwoorden, mooie antwoorden. Maar nerveus ben ik niet meer, nee. Oké, nou ik ga even oefenen. Dus als jij elders in het pand even een plekje zoekt. Gaan we doen. Dan succes. Zie je straks weer. Dankjewel. Is het eng om door Riekeld geïnterviewd te worden? Nee, helemaal niet. Ik ben er inmiddels aan gewend. Ja? Ja. Al die interviews dat... Nee, maar aan Riekeld. En smal en daar. Oké. Dan krijg ik wel wat gevoel. Je telefoon, staat hij op stil? Of uit? Attentie. Opname. Komt in. Succes, Chris. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Worden de lasten van het klimaatakkoord nu wel eerlijk verdeeld? Welkom bij Uitgelicht. Foto. In de studio bij ons Christoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP. Goedenavond, Christoffer. Goedenavond. En het